Goed, wij gaan eigenlijk starten met de eerste spreker. Dat is dokter Gabe Sonken. Sinds 2008 internist-oncoloog bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Hij legt zich toe op de behandeling van onderzoek naar borstkanker en gynaecologische tumoren. Hij heeft ook zeg maar in Amerika meegewerkt binnen het Nationaal Cancer Institute. En hij gaat het vandaag hebben over ontwikkelingen ten aanzien van de hoofdbehandelingen bij uitgezaaide borstkanker en welke nieuwe behandelingen er zijn, maar ook welke behandelingen niet zinvol zijn en waarom niet. Ik wil graag uitnodigen dokter Gabe Sonken. Dank voor de uitnodiging en ik heb beloofd dat ik via deze microfoon ga spreken omdat ik af en toe een beetje rondloop. Misschien niet zo energiek als zojuist gebeurde, maar ik wil het toch wel ook een beetje interactief houden. Gabe Sonken inderdaad, ik ben internist in het Antonie van Leeuwenhoek, ik vertelde het al eventjes. Daarnaast ben ik ook lid van de adviesraad van de BVN. En ik ben lid van de BOOG waar we veel onderzoek doen naar borstkanker in de verschillende settings. En ik ga het met jullie hebben inderdaad over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gemetastaseerde uitgezaaide borstkanker. Wat is wel mogelijk en wat is niet mogelijk. En toen ik werd uitgenodigd om deze dag te komen spreken, doe ik dat heel graag. En ik keek in mijn agenda en toen zag ik, maar ja, ik heb wel dienst die dag. Dus hoe ga ik dat nou bij elkaar verzinnen? Lukt dat? Kan ik iets verschuiven of zoiets? Nou, dat is gelukkig gelukt. Ik was vanmorgen in het Antonie van Leeuwenhoek en nu kan ik gelukkig mijn diensttelefoon even uitzetten. Maar toen ik vanochtend daar was en visite liep, was ik al wel met deze dag aan het denken. En ik liep langs bij een van mijn dierbare patiënten op de afdeling, die ik al heel lang ken, vanaf 2008 eigenlijk. En daarvoor was al bij een van mijn collega's onder behandeling. Het ging niet zo goed bij haar, dus vandaar dat ze in het ziekenhuis lag. Maar toen ik haar in 2008 leerde kennen, was zij heel erg de hele tijd op behandelingen gericht. En het liefst was ze iedere dag in het ziekenhuis of iedere week in het ziekenhuis. En het was alleen maar, welke nieuwe behandeling is er? Wat kan ik doen? En ik vroeg haar van, ja, ik ga vanmiddag spreken voor de borstkankervereniging en over dit onderwerp. Wat zou nou iets zijn wat we samen hebben meegemaakt? Wat zou niet zijn om mee te geven? En wat ze zei, dat vond ik wel mooi en dat past eigenlijk helemaal in het plaatje, is durf te leven. Ben niet met de behandeling bezig alleen, maar durf te leven. Die behandeling moet in het kader van het leven staan, niet andersom. En dat is iets wat ik wel vaak meemaak, dat mensen alleen maar zeggen van, ja, wanneer kan ik weer komen? Wat is de volgende stap? Wat moeten we doen? En ik probeer dan altijd mee te geven van, ja, waarom zijn we aan het behandelen? Wat doen we daarvoor? Waar doen we dat voor? Dat doen we om te kunnen leven. Zo lang mogelijk leven, natuurlijk zo lang mogelijk leven, maar ook zo goed mogelijk leven. En je moet niet zo vaak in het ziekenhuis zijn. Ik zeg eigenlijk altijd, ik wil jullie zo weinig mogelijk zien. Op een vriendelijke manier natuurlijk. Maar dat vond ik een mooie boodschap, omdat het zo aansluit ook bij de thema, durf te leven. En ik denk dat dat belangrijk is, ook in alle verhalen dingen die ik zal vertellen over de nieuwe behandelmogelijkheden die er zijn en die er komen. En hopelijk nog veel meer komen. Behandel om te kunnen leven. Qua nieuwe behandelingen wil ik straks iets vertellen over hormoongevoelige borstkanker. Ik wil een stukje vertellen over triple negatieve borstkanker. En ik wil een stukje vertellen over de HER2 positieve borstkanker. Zodat eigenlijk dat hele palet aan bod kan komen. Maar eigenlijk wil ik eerst ook nog eens even beginnen in de spreekkamer. En dingen die ik heel vaak tegenkom. Vragen die heel vaak naar voren komen. En die misschien bij jullie ook kunnen leven. Die ja, misschien toch verduidelijking behoeven en vul aan. Ik zei dat het mag interactief zijn, dat jullie zeggen van ik wil daar toch nog wat meer over weten. Het hoeft niet op het einde of in de pauze, maar ook tussendoor. Als ik moet vertellen dat er uitzaaiingen van borstkanker zijn, dan is eigenlijk altijd een vraag van waarom kan je dat nou niet meer genezen? Waarom lukt dat niet? Waarom lukt het wel als een tumor in de borst zit of eventueel in de lymfeklier? Waarom lukt dat niet als het uitgezaaid is? En wat is uitzaaiingen eigenlijk? En op het gevaar dat dit voor iedereen veel te simpel is, denk ik dat het toch goed is om eventjes daar iets over te zeggen. Wat bedoelen we nou eigenlijk met uitzaaiingen? Waarom is dat, ja, waarom is dat zo dat je dan niet meer kunt genezen? Borstkanker, zegt het al, ontstaat in de borst uit een gewone cel. En het wordt een cel die anders gaat gedragen dan een normale borstcel. Die gaat sneller delen, die gaat vaker delen dan dat een cel eigenlijk zou moeten doen. En als het daar nou bij zou blijven, dan is dat nog niet zo erg. Dan groeit het en dan moet je het weghalen. Maar het gevaar daarvan is dat het ook zich op plekken in het lichaam kan gaan begeven waar het niet hoort. En de eerste stap is dat het naar een lymfeklier kan gaan vaak.
Dat is een soort opruimstation en daar houdt het zich dan schuil of daar blijft het zitten. En zolang het daar zit, kun je dat ook nog behandelen met een operatie of een bestraling. Maar een volgende stap die kan zijn dat een cel de mogelijkheid krijgt om buiten dat gedeelte, buiten die borst en buiten de lymfeklieren te gaan bestaan en te blijven bestaan. En dan gaat het door het bloed circuleren. En op het moment dat het dat gaat doen en vanuit dat bloed in andere organen gaat zitten, weten we uit ervaring dat dat met de middelen die we nu hebben niet te genezen is. Er is geen enkel middel, ik kom daar straks op terug, misschien dat er ontwikkelingen zijn, maar er is geen enkel middel wat we kunnen gebruiken, wat alle cellen die door het lichaam zwerven kunnen aanpakken. Dat is niet iets wat per se bij kanker hoort. We weten bij sommige uitzonderingen, helaas uitzonderingen, dat je soms uitzaaiingen wel kunt genezen. Teelbalkanker, zaadbalkanker is daar het mooiste voorbeeld van wat we als... Ja, binnen de oncologie kennen. Tot 1975, 1980 was dat niet te genezen als er uitzaaiingen waren. Jonge jongens, uitzaaiingen in de longen, in de lever. En toen kwam er een nieuw chemotherapiemiddel, wat we inmiddels eigenlijk allemaal heel goed kennen, cisplatin. En vanaf dat moment kan je bijna iedereen genezen met uitzaaiingen. Dus het is niet zo dat uitzaaiingen per definitie niet te genezen zijn, maar het is zo dat uitzaaiingen van borstkanker, met de behandelingen die we nu hebben, bijna nooit te genezen is. Eigenlijk moet je zeggen niet te genezen is, maar er zijn uitzonderingen. Dat zei ik altijd een andere vraag ook. Ja, nou zijn er uitzaaiingen en het is niet te genezen, maar ja, hoe gaat het nu verder? Wat ligt voor me? Hoe lang heb ik nog te leven? Ik denk dat dat ook een vraag is die heel veel gesteld is en die jullie ook zullen herkennen. En het antwoord, en het hele eerlijke antwoord is natuurlijk dat we dat niet weten. En een gemiddelde wat je altijd kunt zeggen, daar heeft niemand wat aan. Want een gemiddelde is maar een gemiddelde. En het belangrijkste is dat daar zoveel variatie in zit. Van, ja, soms helaas heel kort, maar soms ook ontzettend lang. En we weten uit getallen van de Nederlandse kankerregistratie, want we houden heel goed bij hoe het met mensen gaat. In Nederland hebben we een hele goede kankerregistratie. We weten dat er mensen tot 10 jaar en daarna in leven zijn. 15 jaar, 20 jaar, dat komt voor. En ik heb ook mensen in mijn praktijk die komen één keer per jaar, die zijn 10 jaar geleden of 15 jaar geleden gediagnosticeerd met uitzaaiingen in de long, in een bot. En we komen één keer per jaar, komen ze nog langs en geven een handje. En zeggen hoe het met ze gaat. En we praten een beetje over de kinderen en de kleinkinderen. En het gaat hartstikke goed. Het komt voor. Maar ik zeg altijd, dat is wel een uitzondering. Het helpt wel om hoop te hebben. We hebben het over hoop en vrees. Het helpt wel om hoop te hebben. Dus het kan wel. En we willen natuurlijk dat dat een steeds groter gedeelte gaat worden. Een andere vraag is heel vaak, dan zijn er uitzaaiingen. En waarom kan je dat nou niet weghalen? Er zit een plek in mijn leven. Waarom opereren we dat nou niet gewoon? Of bestraal het, of hyperthermie, of nou doe iets met die plek. Waarom halen we het niet weg? Herkenbare vraag, denk ik. En het antwoord erop, waarom we dat niet of bijna nooit doen, moest ik aan denken toen ik een van mijn dochters laatst thuis zag komen. En ze had in de zandbak gespeeld en ze zat onder het zand. En ze kwam binnen en dat zand dat zat overal. Allemaal korreltjes, korreltjes, korreltjes. En op twee plekken lag een hoopje zand bij elkaar. Ik zeg, nou, ik pak die hoopjes zand wel weg en dan heb ik het probleem toch opgelost. Als je niet zo goed kijkt, zie je niet meer. Maar je voelde allemaal dat al die zandkorreltjes daar nog steeds lagen. En ik echt iets anders moest gaan doen om dat op te ruimen. En dat is eigenlijk ook als je een uitzaaiing ziet. We maken een scan, een CT-scan, een PET-scan. En je ziet één of twee plekken, soms meer, vaak meer. Maar je ziet er één of twee. Die alleen weghalen doet niks aan al die korreltjes die daar ook liggen. En die we niet kunnen zien. Geen scanmogelijkheid om dat te doen. Maar op het moment dat je een operatie doet, wat heel ingrijpend kan zijn, ben je eigenlijk heel weinig opgeschoten omdat de grote bulk, de grote massa aan zandkorreltjes daar nog steeds ligt. En je kunt je voorstellen dat je dus iets anders moet gaan doen. En dat het weghalen van één of twee plekjes eigenlijk alleen maar, ik zou bijna zeggen, cosmetiek is. Niet helemaal altijd waar, je zult merken, misschien heeft mensen bij u daar ook wel ervaring mee, dat we het af en toe wel doen. En dat is een gebied wat in beweging is. Zou het misschien lukken om mensen te identificeren, te vinden bij wie het anders is? Dat niet die hele zandhoop daar al ligt, maar dat het echt maar één plekje is. Bestaat dat? En we hebben de indruk dat het bestaat. Want het gebeurt soms dat er één plekje in de lever is bijvoorbeeld en dat halen we weg en daarna gebeurt er niks meer. Jarenlang niks meer of misschien wel nooit meer. Dus misschien bestaat het heel af en toe wel. Maar ook dat is echt een uitzondering. En het is denk ik een enorme uitdaging met ons allemaal om te zorgen. Ja, bij wie nou is dat nou wel zinvol en bij wie is dat niet zinvol? Maar dat is de achtergrond waarom we in principe zeggen. Het weghalen van één plek of twee plekken. Net zoals je één borstkanker weghaalt. Van één uitzaaiing is niet zinvol. Omdat je er niet langer door leeft en omdat je er niet beter door leeft. Het bestralen van één plek kan zinvol zijn op het moment dat je
pijn hebt van een plek bijvoorbeeld, of dat die ergens tegenaan gaat drukken, dan kan het zinvol zijn om klachten te behandelen, om zo goed mogelijk te leven, maar niet om zo lang mogelijk te leven. Dat een beetje als vragen die in de spreekkamer leven. En je moet een beetje kijken hoe het met de tijd. En misschien zijn er andere dingen die ook nog leven. Ik zat zelf nog te denken aan tumormerkstoffen. Ook zo'n vraag die heel vaak naar voren komt. Wat zegt dat nou eigenlijk? Zegt het iets of zegt het niet iets? Moet je dat blijven volgen? En zo ja, hoe vaak? Misschien dat ik dat even parkeer en op het laatst nog aan terugkom. Hoe zinvol dat wel of niet is. Want we gaan het hebben over nieuwe ontwikkelingen. Een van de manieren waarop wij in de oncologie kanker hebben behandeld altijd is met chemotherapie. Wel bekend natuurlijk, en chemotherapie moet je eigenlijk maar zien, zeg ik een beetje figuratief, als een schot hagel. Je schiet iets af en je weet eigenlijk niet precies wat je gaat raken, maar je weet dat de cellen die snel delen, dat je die wel zult gaan raken. En dat kunnen dan kankercellen zijn, zeker als ze snel delend zijn. En dat kunnen slijmvliescellen zijn, want die zijn ook altijd gevoelig voor chemotherapie. En eigenlijk is het zo breed als dat. Snel delende cellen pak je aan met chemotherapie en langzaam delende cellen eigenlijk een stuk minder. We vinden dat eigenlijk maar een beetje een domme soort van behandeling. Vaak is het het beste wat je hebt en kan het zeker effectief zijn. Maar we zouden het zo graag liever doen, hè? Meer selectief. Wie hebben we nou, wat zijn nou de kankercellen en hoe kunnen we die heel selectief aanpakken? En hormoontherapie is in bepaalde vorm al een heel stuk slimmer, laten we zeggen. Een hele doelgerichte therapie. En dan komt dat woord al een keer naar voren. Doelgericht, targeted therapie. Dat is iets waar we heel veel mee bezig zijn. En hormoontherapie is eigenlijk de oudste vorm van doelgerichte therapie die we hebben. Want wat doet dat eigenlijk? Pakt heel selectief een borstcel aan die gevoelig is voor hormonen. En gevoelig voor hormonen bedoelen we, die cel die heeft hormonen nodig om te kunnen groeien. Hormonen zijn veruit de belangrijkste bron van energie voor dat type borstkankercel. En haal je die hormonen weg, of je zorgt dat die hormonen niet de cel kunnen bereiken, trekken ze terug, sterven ze af. Helaas in de fase van uitzaaiing zijn er altijd borstkankercellen die zich daarvan aan onttrekken. Dus het is niet mogelijk om daarmee te genezen, maar je kunt wel een heel stuk terugdringen, langdurig wegdringen. En op het moment dat je die hormoontherapie goed verdraagt, ook heel lang daarmee terugdringen en daar een heel goed leven bij hebben. Maar altijd komt dat moment van, of bijna altijd komt dat moment van resistentie, ongevoeligheid. Cellen reageren daar niet op. En hoe moet je dat nou eigenlijk zien? Waarom reageren ze dan niet meer? Waarom gaan die cellen toch groeien, ondanks dat die hormoontherapie er nog steeds is? Hormoontherapie zorgt er nog steeds voor dat die cellen niet voorzien worden van oestrogeen, van het belangrijkste hormoon. En toch gaan ze groeien. Vergelijk het eigenlijk maar met de ochtendspit, zou ik zeggen. Ik rij elke dag in de buurt van Utrecht richting Amsterdam. En als het een keer druk is op de A2, dan rij ik via de A1. En dan wordt het daar natuurlijk heel erg druk. Maar dat is eigenlijk een soort sluiproute die je gaat nemen. En dat is wat kankercellen op een gegeven moment ook kunnen gaan doen. Ze zijn afhankelijk van hormonen. Ze willen heel graag die hormonen hebben om te kunnen groeien. En haal je die weg, dan gaan ze op een gegeven moment een sluiproute vinden. Een andere vorm van voeding. Een andere manier om toch te kunnen groeien en te delen. En dan zijn ze onafhankelijk geworden van die hormonen. De A2 is dicht, ze gaan via de A1 hun doel bereiken. Ja, wat is aan ons te doen? Om te zorgen dat we ook die andere routes, die andere manier van voeding krijgen, ook gaan stilleggen. En wat zijn nou de belangrijke manieren voor zo'n hormoongevoelige borstkankercel in dit geval, om te kunnen bestaan? Nou, daar zijn enorme ontwikkelingen in en dat is wat we bedoelen met doelgerichte therapie en wat we doen zijn om zo'n tumorcel eigenlijk veel meer te ontleden in de essentie van deze kankercel. Wat maakt deze kankercel, wat laat hem nou groeien? En dan zijn we tot een nieuw soort eiwitten gekomen die ook een rol kunnen spelen. En een van de belangrijke routes die we inmiddels weten is de route via mTOR, dat is een eiwit, en dat rem je met het middel everolimus of afinitor. En dat is inmiddels een jaar of 2, 3 op de markt. En dat is dus eigenlijk een manier om, anders dan die hormoonroute, toch die kankercel te remmen. Je pakt een ander signaal, pak je aan en daardoor kan die cel, ja, heeft weer een mindere mogelijkheid om te kunnen groeien en te kunnen delen. Wil ik niet te veel ingaan op de specifieke werking van everolimus of afinitor en de bijwerkingen die daarvan komen, maar ja, ook dat is uiteindelijk nog niet de manier om zo'n cel definitief aan te pakken. Uiteindelijk zou je natuurlijk alle voedingsmiddelen, alle routes willen aanpakken. Maar ook dat is niet de enige. En zo zijn er nieuwe middelen, nieuwe plekken aan het ontstaan. En ik zie een vraag tussendoor. De vraag is, afinitor of everolimus is toch ook een hormoonbehandeling?
Ik zal het proberen toe te leggen. De everolimus zelf is niet een hormoonbehandeling. Je combineert het met een hormoonbehandeling. Dat is de exemestane. Dus je blijft wel die hormoonroute blokkeren. Maar daarnaast ga je de andere route ook blokkeren. Als ik nu alleen de A1 zou gebruiken, dan gaat de A2 weer. Snap je? Dus je moet ze allebei tegelijk aanpakken. Dat is de gedachte daarbij. En dat is eentje die ik noem hem wel onder de nieuwe ontwikkelingen, maar hij is natuurlijk al eventjes aanwezig en bekend. Maar een nieuwe die eraan zit te komen is een middel dat heet palbociclib. Vergeef me, ik bedenk die namen ook niet. Het zijn altijd de meest vreselijke namen die daarvoor bedacht worden. En dat is een middel wat inmiddels in Amerika geregistreerd is ongeveer en daar te krijgen is. En dat zal in Nederland er ook gaan komen. Dat maakt op een andere manier weer een voedingsroute, pakt het weg. Een CDK4-6 eiwit, dat denk de details is op dit moment misschien minder belangrijk. Kan ik graag over uitweiden als u wilt. Maar vergelijk het met ook zo'n andere route die je gaat wegnemen, die je ook weer combineert met hormoontherapie, om het effect van de hormoontherapie bestendiger, langduriger en beter te maken. Dat is denk ik het meest concrete wat er op relatief korte termijn aan zal gaan komen. Een derde waar we mee bezig zijn in ontwikkelingen is een middel dat, of is het een route dat heet de PI3 kinase route. Dat is ook een eiwit wat in de tumorcel aanwezig is. En dat gaat op een andere manier weer voeding geven aan de tumorcel. En ook dat is een eiwit wat we hebben kunnen identificeren, wat actief kan worden op het moment dat je de hormonen onderdrukt. En wat we ook medicijnen tegenwoordig voor hebben die dat kunnen remmen. Op dit moment is dat alleen nog in studieverband beschikbaar, dus dat kan je niet naar de apotheek gaan en een recept schrijven. Maar zijn we wel goed aan het kijken of dat werkt. En de eerste resultaten daarvan zijn heel hoopvol. In Nederland doen we dat samen, een onderzoek in het Antonie van Leeuwenhoek, samen met een ziekenhuis in Spanje en in Engeland en in Frankrijk. En de resultaten hopen we daarvan in de loop van komend jaar of het jaar daarop naar buiten te brengen. En ook in Amerika wordt daar veel aandacht aan gegeven aan deze signaalroute, aan deze voedingsroute van hormoongevoelige borstkankercellen. Maar dat is denk ik in de grote lijn is dat een ontwikkeling waar we heel veel mee bezig zijn. Dus andere voedingsroutes van een borstkankercel remmen. En tegelijkertijd ook die borstkankercel daarmee in kaart gaan brengen. Van welke route is nou voor deze cel belangrijk? Want anders wordt het nog steeds een beetje hopen op het beste. Het liefste we natuurlijk zo goed mogelijk weten welke route je voor deze cel nodig hebt. En het is ook denkbaar, en daar zijn ontwikkelingen ook al nodig, dat je niet met 2 middelen, maar misschien zelfs met 3 middelen tegelijkertijd moet gaan werken. Want anders heb je misschien nog wel een derde route die anders gebruikt gaat worden. Tegelijkertijd kan je ook gaan denken, als ik dan 3 middelen tegelijkertijd ga gebruiken, wat worden daar dan bijwerkingen van? Hè? Want alleen hormoontherapie op zich kan al vervelend genoeg zijn. En als je daar dan een tweede middel zoals everolimus aan toevoegt, wat echt niet altijd even prettig te verdragen is, ik weet niet of er ervaring mee is, en je gaat er nog een derde middel aan toevoegen, dan wordt het uiteindelijk toch ook nog wel heel wat. En we hopen natuurlijk hormoontherapie ook een beetje te gebruiken, dat je zo goed mogelijk je leven leidt zonder de hele tijd aan die ziekte en aan de behandeling te hoeven denken. Dat wordt natuurlijk ook weer een beetje in evenwicht. Hè. Op een andere manier werkt dat nog wel steeds zo. Een vraag. De vraag is, bij hormoonbehandelingen worden standaard die eiwitten onderzocht? En het antwoord erop is nee, op dit moment nog niet. Dat is niet standaard. En de reden dat nog niet standaard is, is omdat omdat die middelen nog niet standaard beschikbaar zijn. Zo'n PI3 kinase remmer doen we in een onderzoek, maar buiten onderzoek is het nog niet beschikbaar. En 2 is dat het nog niet helemaal helder is dat als je dat eiwit niet hebt, dat je dan ook niet gaat reageren op de behandeling. En misschien heeft dat wel met onze test te maken, dat hij dat eiwit nog niet goed genoeg in beeld brengt. Maar daarom besluiten we nog niet, als het eiwit er niet is, dus ook geen behandeling. Terwijl dat bij hormoontherapie wel is. Is de hormoongevoeligheid er niet, dan heeft hormoontherapie ook geen zin. Dat is daar inmiddels heel duidelijk, maar bij die andere eiwitten is dat nog in ontwikkeling. Ja? Ja, de vraag is, u heeft gehoord dat er een enzym in de lever nodig is om tamoxifen actief te maken eigenlijk. Ja, tamoxifen, ik zal dat vertellen, ja. Ik heb verteld over resistentie, dus ongevoeligheid voor hormoontherapie en dat komt doordat die andere routes actief zijn. Ja, dat is een van de manieren waarop je resistent kan zijn. Het kan ook gewoon zijn dat het middel niet doet wat je dacht dat het zou doen. Je geeft een middel, je slikt het en het moet die oestrogenen, die hormonen, moet het blokkeren, moet het remmen. En u zegt het helemaal goed, tamoxifen zelf doet eigenlijk heel weinig.
Het moet eerst worden omgezet in je lever tot de actieve stof. Die heet endoxifen. Dat lijkt er al heel erg op. Je merkt wel dat het gewoon een scheikundige verbinding die er een beetje op lijkt. Maar die moet eerst actief worden gemaakt. En de ene lever doet dat beter dan de andere lever. Zo zijn we gewoon geboren. De ene lever kan dit beter omzetten, de andere dat. Dat is een variatie. En daardoor kan het soms zijn dat je een te lage spiegel hebt van die endoxifen. Een andere manier is omdat er sommige medicijnen die omzetting een beetje kunnen remmen. Dan gebruik je andere medicijnen erbij en dan wordt die tamoxifen ook minder goed omgezet. En dat is iets waar we mee begonnen zijn om dat te meten. Dat kunnen we in een paar ziekenhuizen in Nederland inmiddels vrij goed meten. De enige vraag die we daarbij nog hebben, die we niet goed weten, is hoeveel endoxifen is nou genoeg? Moet je een concentratie van 5 hebben of moet dat 10 zijn of 20? Dat weten we eigenlijk niet goed. Hoe wij daar in het Antonie van Leeuwenhoek mee omgaan is om te zeggen, als je nou bij de onderste 10-15% van het gemiddelde zit, dus van alle 100 vrouwen doen 90 doen het, ja, hebben meer omzetting dan in dit geval, dan zeggen we, dan moet je de dosering misschien wel aanpassen of overgaan op een ander middel, een aromatase-remmer bijvoorbeeld. Maar dat is dus over die omzetting wat u bedoelde. Ja. Dus dat over die hormoontherapie, manieren van resistentie doorbreken en tegelijkertijd ook zijn tumorcel steeds meer in kaart gaan brengen. En daar zijn de technieken enorm in ontwikkeling. Wat we tegenwoordig kunnen doen met tumorcellen, wat met name nog in onderzoek gebeurt, maar dat zal steeds meer kunnen gaan, is om eigenlijk zo'n hele tumorcel in kaart te brengen. Zoals we allemaal hier zitten, hebben we DNA. DNA zijn eigenlijk de bouwstenen waarop wij bestaan en die bepalen of wij rode haren of blonde haren hebben of wat de kleur van onze ogen is. Dat zit ook in tumorcellen. En dat DNA van tumorcellen lijkt heel erg op de cellen waar ze vandaan zijn gekomen, maar is toch veranderd. Daarom is het ook een kankercel geworden. Er zit een verandering in dat DNA is ontstaan. En dat kunnen we steeds beter in kaart brengen. Tot een jaar of 5 à 10 geleden duurde dat ongeveer 3 maanden, 6 maanden voordat je zo'n heel DNA in kaart hebt gebracht. En tegenwoordig kan dat in een dag of misschien nog wel minder. Gaat dat steeds sneller. De technieken die we ontwikkelen enorm worden ook gelukkig steeds betaalbaarder. Waardoor dat iets is wat op termijn eigenlijk veel beter beschikbaar gaat worden. En dat helpt natuurlijk om te zeggen deze kankercel heeft dit nodig en die kankercel heeft dat nodig. Tegelijkertijd leren we er al van dat niet alle kankercellen in het lichaam hetzelfde zijn. We zien dat het soms voorkomt dat de ene kankercel heel goed reageert op een behandeling en de andere toch minder goed. Daar zit al variatie in. Die cellen die zijn al niet meer precies hetzelfde. En dat geeft ook wel aan hoe verdraaid moeilijk het kan zijn om al die cellen aan te pakken. Al die zandkorreltjes die daar liggen, om ze allemaal aan te pakken. Want de ene reageert net anders dan de andere. En dat is de uitdaging waar we voor staan met z'n allen, om dat zo goed mogelijk op te pakken. Dat over de hormoongevoelige borstkanker. En daar zitten wel overlap dingen in. Want ik ga het nu hebben over de HER2-gevoelige borstkanker. En een deel daarvan is ook wel hormoongevoelig. Dus daar zit al overlap in. De HER2-gevoelige borstkanker die heeft gelukkig al een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tot een jaar of 10-15 geleden, voordat Herceptin kwam, was dat eigenlijk een van de slechtste vormen van borstkanker die er kon zijn. Een hele agressieve variant, dat HER2-eiwit, zorgde voor een enorme drive van zo'n kankercel, een enorme voedingsbron. En dat deelde maar. En door de ontwikkeling van Herceptin is dat enorm verbeterd. Zowel in de primaire behandeling lukt het steeds vaker om een HER2-gevoelige borstkanker te genezen. Maar ook op het moment dat dat niet is gelukt en er ontstaan uitzaaiingen, zijn de behandelingen veel langer, veel beter, veel draaglijker dan het voorheen was. Daar staat wel tegenover dat je eens in de 3 weken die Herceptin-behandeling moet hebben. En tegenwoordig kan dat vaker met van die subcutane injecties. Voor de meeste vrouwen is dat een voordeel, dat je niet aan een infuus per se hoeft. Maar het wordt ook natuurlijk nog vaak gecombineerd met chemotherapie. Dat was de situatie in ieder geval tot ruim 1,5 jaar geleden. En toen is een tweede op Herceptin gelijkend middel gekomen, dat pertuzumab, Perjeta ook wel. Dat is misschien wel een bekende term, zeker voor de HER2-positieve borstkanker. En wat dat doet is eigenlijk, net als Herceptin, zo'n groeiroute moet je zeggen blokkeren. Op een andere manier dan hormoontherapie en hormoonreceptoren. Maar het is ook zo'n vlaggetje, een receptor op een borstkankercel die je moet stoppen. Die moet zorgen dat hij niet meer zijn kwalijke signalen aan die cel kan geven om maar te gaan delen. En Herceptin doet dat heel goed, vaak. En ook vrij langdurig kan die dat doen in ieder geval. Maar het kan voorkomen dat ook die HER2-gevoelige borstkankercel een escape, een ontsnappingsroute heeft. En daar kan pertuzumab dan een rol bij spelen. En die pertuzumab die is nu beschikbaar en die geven we vaak in combinatie met Herceptin en dan ook nog vaak in combinatie met chemotherapie. En ziet dat daardoor de behandeling nog weer een stuk effectiever is geworden.
ja, we hopen dat dat zoiets, ja, dat je dan echt alle signalering daar weg hebt en dat er helemaal geen groei meer zal zijn en dat het helemaal genezen zal zijn. Ja, dat is toch op dit moment nog steeds niet de ervaring, hoewel de vrouwen zijn die gestart zijn met die behandeling en nog altijd zonder enig teken van ziekte zijn. We hopen dat dat blijft bestaan, maar over het algemeen zie je ook dat tegen die combinatiebehandeling nog wel weer resistentie ontstaat. De vraag is pertuzumab ook beschikbaar voor vrouwen die al eerder met Herceptin zijn behandeld? Ja, op het moment dat het in de aanvullende behandeling is geweest, na de operatie en de bestraling bijvoorbeeld. Formeel is het antwoord nee op het moment dat het voor uitzaaiingen is. Als je voor uitzaaiingen al een keer Herceptin hebt gehad, dan is de regel van de verzekeraar op dit moment dat je het eigenlijk niet daarna nog zou mogen krijgen. En dat is denk ik een onderwerp waar we eindeloos met elkaar over kunnen hebben. Van ja, hoe moet je financiering nou in dit hele plaatje stellen? En ja, ik wou er eigenlijk voor kiezen om daar niet te veel over te hebben. En ik voel de frustratie, volgens mij delen we die enorm. En tegelijkertijd voelen we ook dat er ergens een grenzen zijn en dat je daar wel iets mee moet doen. Dus ik vind het een enorm moeilijk onderwerp waar veel over gedaan moet worden. Ja. Wel gehad op die manier, dus het kan wel. Ja, het kan wel. Dan moet je behandelende dokter moet daar zijn nek voor uitsteken en uiteindelijk moet het ziekenhuis zijn nek daarvoor uitsteken, want die krijgt het niet vergoed. En het is niet gratis. Die krijgt het niet vergoed op het moment dat het gecontroleerd wordt. Ja, zo is het een beetje. Ja. Nog een ontwikkeling bij HER2-gevoelige borstkanker is TDM1. En TDM1, dat is ook een middel wat gebaseerd is op Herceptin eigenlijk. Wat het doet is eigenlijk een soort, het is een beetje een paard van Troje, kan je het mee vergelijken. Wat het doet is, TDM1 is Herceptin en daar is dan chemotherapie aan vastgekoppeld. En het gaat in het lichaam, komt het terecht bij een borstkankercel, omdat die herkent dat daar zo'n HER2-nui-receptor vast zit. En pas als die gebonden is aan die receptor, dan komt de chemotherapie vrij in die cel. En dus die komt niet zomaar overal door je lichaam heen. Die komt alleen maar, is de bedoeling, op de plek waar die kankercel zit, waar die HER2-nui-receptor zit. En daar geeft die pas de chemotherapie. Met als gevolg dat de bijwerkingen veel minder zouden kunnen zijn. En dat de effectiviteit daarmee veel beter kan zijn. Je kunt eigenlijk een hogere dosering chemotherapie in die kwaadaardige cel krijgen, zonder dat andere cellen daaraan te lijden hebben. Want je kan je voorstellen dat bij alle vormen van chemotherapie zit er een balans. Je kunt, ja, voor die kankercel zou je het liefst een maximaal hoge dosis geven en voor de andere cellen zo laag mogelijke dosis. Nou, dit helpt om die balans eigenlijk beter te krijgen, om makkelijker hoge dosis in de tumor te krijgen, in de kankercellen, en een hele lage dosering bij de andere cellen. En dat is een middel wat we inmiddels ook kunnen toedienen en wat effectief is. En wat je ook als effectief nog kan zien op het moment dat de Herceptin in een gewone variant of gewoon met chemotherapie eigenlijk minder effectief begint te worden. Dus ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is die we hebben. Die hopelijk ook voor andere vormen van chemotherapie ontwikkeld gaat worden. Technisch is dat nog niet zo makkelijk om die combinatie te maken van een, ja, zo'n eiwit als Herceptin en een chemotherapie eraan gekoppeld. Maar dat is wel iets waaraan gewerkt wordt en hopelijk nieuwe middelen in gaan komen. Ik ga even kijken hoe ver we in de tijd zitten. Lukt het nog? Een vraag. Ik ben heel even in de war, want ik hoor pertuzumab hoor ik en ik hoor Herceptin. Ik heb zelf pertuzumab en trastuzumab en de hormoontherapie. Maar ik hoor ook de term van mijn interniste immunotherapie. Is het nou allemaal hetzelfde? Of? Herceptin en trastuzumab is hetzelfde. En perjeta en pertuzumab is hetzelfde. Je hebt eigenlijk altijd een stofnaam, zoals het ooit ontwikkeld is. En dan wordt er een merknaam aangemaakt. Dus pertuzumab en perjeta, trastuzumab en Herceptin is hetzelfde. Bevacizumab en Avastin. Zo zie je dat allemaal, eigenlijk heeft het twee namen. En soms is dat verwarrend dat het door elkaar heen gaat. En het is een mooi bruggetje, bedankt voor de vraag, want ik wou het over immuuntherapie gaan hebben. Eigenlijk, Herceptin en ook pertuzumab zijn niet, weten we niet helemaal, maar moet je eigenlijk niet zien als immuuntherapie. Het is eigenlijk een doelgerichte therapie, want het pakt zo'n signaleringsroute, zo'n voedingsroute van een tumorcel aan. Dat is de gedachte waarom het zou werken. Misschien is er iets nuancering nog op en kan ik daarop terugkomen, maar immuuntherapie is eigenlijk een wat andere insteek. Waarom wil ik het over immuuntherapie hebben? Omdat dat enorm
in de belangstelling staat tegenwoordig. Heel veel aandacht voor en heel veel vragen ook over. En ik krijg heel veel mensen die vragen, kan ik geen immuuntherapie hebben, want die chemotherapie is zo vervelend. En op een of andere manier, en dat wil ik ook eens bij jullie wel vragen, wat maakt het nou, als je daar een idee over hebt, dat immuuntherapie zoveel, ja, eigenlijk een betere gevoel geeft om mee te behandeld te worden dan dat chemotherapie dat geeft. Of misschien ook zelfs hormoontherapie. Ik vind dat een hele, ja, mooie vraag eigenlijk. En mijn gedachte daarbij is dat je bij het immuuntherapie probeer je het lichaam zelf een kans te geven. Je eigen lichaam, je eigen immuunsysteem te stimuleren. En dat geeft eigenlijk een veel meer gevoel van ik ben zelf aan de slag. Ik ben er zelf mee bezig dan, ja, iets wat maar in mijn lichaam komt wat eigenlijk gif is. En dat moet het dan maar doen. Dit is meer van jezelf uit. Ik denk dat daar een achtergrond in zit. Maar ik hoor graag van jullie als daar ook andere ideeën, gedachten zijn. Feit is op dit moment dat immuuntherapie bij borstkanker nog niet beschikbaar is. En dat er studies lopen, beginnen te lopen, en dat is met name bij de triple negatieve variant van borstkanker. Daar wordt met name op gericht. En ik zal proberen uit te leggen waarom dat daar is en wat daar op dit moment de kennis over is en hoe we daarin verder gaan. Wat bedoelen we eigenlijk met immuuntherapie? Eigenlijk is het immuunsysteem wat bij ons aanwezig is om bijvoorbeeld een virus of een bacterie of wat dan ook wat in je lichaam komt eruit te werken, is heel erg gericht om alles wat vreemd is in het lichaam te herkennen. Het ziet wat eigen is, wat je eigen cellen zijn, je eigen DNA is, maar alles wat vreemd is wordt eigenlijk heel mooi herkend en wordt eruit gelicht en wordt weggewerkt. Ja, daar ben je dan wel ziek van en dat immuunsysteem dat zorgt dat je koorts krijgt en echt even beroerd bent. Maar dus, uiteindelijk is dat heel functioneel om te zorgen dat je geneest en dat die vreemde, rotte bacteriën et cetera eruit zijn. En waarom lukt dat nou niet met kankercellen? Want dat zijn toch ook vreemde cellen? Die zijn toch ook niet meer helemaal lichaams-eigen? Nou, daar zit al een deel van het verhaal in. Ze zijn niet meer helemaal lichaams-eigen, maar ze lijken nog wel behoorlijk op het eigen lichaam. Ze zijn er ooit in begonnen en ze lijken erop, ze zijn wel veranderd, maar zijn ze nou vreemd genoeg voor het immuunsysteem om herkend te worden? Zitten daar voldoende veranderingen in dat het immuunsysteem zegt, hé, die is niet meer van ons, die moet eruit? En dat is met name bij triple negatieve tumoren, daar komt dat het meeste voor, dat er het meeste verandering is ten opzichte van een normale borstcel, moet je zeggen. Dat voel je eigenlijk al een beetje aan. Een normale borstcel is altijd gevoelig voor hormonen. Zo is die ontstaan, zo is het ook bedoeld om door hormonen gestimuleerd te worden om uiteindelijk borstvoeding te kunnen geven. En een triple negatieve tumor, of moet ik misschien eigenlijk beter nog zeggen, een ER, een hormoonongevoelige tumor, die is anders en die zit vaker anders in elkaar dat die herkend kan worden. En toch, ook al is die anders en wordt die herkend door het immuunsysteem, is dat immuunsysteem blijkbaar toch niet in staat om dat nou helemaal af te voeren. En net zoals met een bacterie, dat kwijt te raken. Hoe komt dat nou? En dat komt omdat tumorcellen zelf zo intelligent worden dat ze dat immuunsysteem kunnen blokkeren, onderdrukken. Die zegt van, hé, daar komt een immuuncel op mij af, die wil mij aanpakken. Ik bescherm mij. Ik maak eiwitten aan die als een soort beschermlaag om mij heen gaan zitten, zodat ze niet kunnen, dat ze me niet kan vangen, om het zo maar te zeggen. En vanuit de immunologie, dus de immuuntherapiehoek, is steeds beter bekend aan het worden wat die eiwitten zijn, wat die bescherming is, die tumorcellen om zich heen verzamelen om niet aangepakt te worden. En op het moment dat we weten welke eiwitten dat zijn, kunnen we die wellicht ook aanpakken. En daar zijn middelen in ontwikkeld die bescherming van tumorcellen weghalen. Waar dat immuunsysteem uiteindelijk toch vrij spel krijgt en zijn gang kan gaan om die tumorcellen aan te pakken. En dat werkt bij huidkanker, melanoom, is dat eigenlijk de eerste ontwikkeling is geweest. En daar wordt het nu ook toegepast. En bij 1 op de 4 mensen met een melanoom, met uitzaaiingen van melanoom die met deze middelen behandeld worden, zijn, nou, tegenwoordig hebben we 5, 6, 7 jaar ervaring vanuit studies. 20 tot 25% van die mensen is nog steeds vrij van tumor, zover we kunnen zien. En of dat dan genezing betekent, weten we niet. Maar we weten wel dat het oneindig veel, nou veel langer is dan dat het voor die tijd was gedaan. Dus het is een enorm effectieve behandeling voor een kwart van de patiënten met een melanoom. En een melanoom is een hele rare cel ten opzichte van een normale huidcel. Dus heeft heel veel rare kenmerken. Daarom wordt hij ook wel goed herkend. En de tweede vorm van kanker waar dat nu wordt toegepast is bij longkanker. Sinds kort kan het daar ook worden toegediend. En zie je ook niet 25%, maar wel een deel van die mensen die langdurig goed behandeld kunnen worden. Nou, bij borstkanker, bij triple negatieve borstkanker, zijn de eerste studies
zijn geweest. Het zijn hele kleine studies geweest in Amerika en in Engeland en een paar bij ons. En dan zie je dat dat nog ietsje minder is. Dat er zo'n 10-15% van de vrouwen met een triple negatieve borstkanker op deze vorm van therapie heel goed lijkt te reageren. En een wat groter deel reageert wel, maar dan zie je eigenlijk het bekende beeld dat na een tijdje weer resistentie ontstaat. Nou, we zijn nu hard bezig om dit verder uit te bouwen, om sowieso dit ergens een plek te gaan geven, maar ook om de immuuntherapie nog weer effectiever te krijgen. Om ook te zorgen dat dat niet alleen maar voor 10 of 15% is, maar misschien wel voor een groter deel. Kunnen we nog andere eiwitten aanpakken die die rem erop geven? Kunnen we misschien dat immuunsysteem nog verder stimuleren, een boost geven, dat het niet alleen maar nu gaat herkennen, maar dat er nog veel meer van die afweercellen komen? Want misschien zijn het er uiteindelijk te weinig, dat je te veel tumorcellen hebt om ze allemaal te kunnen aanpakken. En dat zijn ontwikkelingen waar nu in gekeken wordt. Of misschien moet je ook wel twee verschillende manieren van immuuntherapie combineren. Daar zijn we nu druk mee bezig. En een van de studies die we nu hebben is ook kijken of je misschien de immuuntherapie met een hele lage dosering chemotherapie moet combineren. En de gedachte daarbij is, als je nou een klein beetje chemotherapie geeft, sterven een paar cellen af en dat helpt voor het immuunsysteem om cellen te herkennen. Ze gaan dood, ze komen in de bloedbaan terecht, het immuunsysteem herkent die cellen en vervolgens haal je de rem ervan af en dan gaat het harder. Dus dat zijn dingen waar we ook kijken hoe we de immuuntherapie effectiever, sterker nog een rol kunnen geven, zodat het hopelijk echt een nieuwe plek gaat krijgen in de behandeling. Mijn verwachting is dat de komende 2-3 jaar zeker nog in studieverband zal zijn en dat dat nog niet beschikbaar zal zijn om hem vrij te geven. Aan de andere kant, het is wel een gebied waar ontzettend veel gebeurt en heel veel ontwikkelingen zijn. Dus ja, ik denk dat het is om heel erg in de gaten te houden waar we wat dat betreft naartoe gaan. Nog één ding daarover, want ik vroeg al van chemotherapie, dat geeft het gevoel van het komt maar in me, het is vreselijk, of het kan vreselijk veel bijwerkingen hebben. En immuuntherapie, dat is toch een soort prettiger, meer eigen gevoel. Ja, ook niet helemaal in vergissen, want dat immuunsysteem dat kan ook wel heel erg actief gaan worden. Als we de rem van het immuunsysteem afhalen, dan kan je beelden krijgen die je ook niet had gewild. Een auto-immuunachtige aandoening. Een auto-immuun bedoel ik bijvoorbeeld een behoorlijke reuma of een ernstige darmontsteking of schildklierontstekingen. Eigenlijk dingen wat het immuunsysteem ook eigen cellen gaat aanpakken. En daar kan je behoorlijk van ziek worden. En dat is echt iets waar we ontzettend onze aandacht voor zullen moeten hebben om dat goed op te vangen, om dat te voorspellen en uiteindelijk nog veel beter om het te kunnen voorkomen. Dus het is niet zo, immuuntherapie is schadevrij, want dat is zo natuurlijk. Nee, ook dat kan in ieder geval vrij veel bijwerkingen geven. Voor de ontwikkelingen heel belangrijk. En dan denk ik dat ik al de 3 ontwikkelingen heb genoemd die ik wilde noemen. En qua tijd zitten we ook op 2:05, dus ik denk dat het goed is om jullie de kans te geven om nog vragen te stellen. Heeft het zin om het eigen immuunsysteem te versterken door niet medicijnen op andere manieren? Ik denk het zeker ja. Ik denk het zeker ja. Maar dat is niet iets wat nou heel erg onderzocht is in studies en dat je heel hard kan zeggen ja, het is zo of nee, het is niet zo. Ik denk dat een van de dingen die we weten is door in beweging te zijn bijvoorbeeld, door actief te zijn, wat heel goed is voor onder andere je immuunsysteem, maar voor een heleboel andere dingen ook, weten we dat uiteindelijk een behandeling beter gaat en dat je betere effecten kan hebben. Of dat dan helemaal alleen maar via het immuunsysteem gaat, of dat gaat omdat je conditie beter is en je behandelingen beter aangaat, weten we niet helemaal. Maar een goed immuunsysteem en een goede conditie is beslist van belang. Of het zin heeft om supplementen te gebruiken bijvoorbeeld die je immuunsysteem verbeteren of andere zins, weten we niet helemaal. En hoe ik daar zelf mee omga, is in ieder geval in overleg met elkaar te zeggen van laten we zeker weten dat het niet kwaad is, dat het niet slecht is. En laten we heel goed bekijken hoe het gaat en of het beter gaat en of het helpt, zodat we ervan leren. We hebben het er wel eens over gehad dat het ondertussen mogelijk is om zo nu en dan opnieuw een punctie te nemen van de tumor of van eventuele uitzaaiingen. Wanneer is dat interessant en wat zou je daarmee kunnen? Ja, dus een nieuwe punctie van een uitzaaiing om te kijken of dat, wanneer zou je dat moeten doen? Op het moment dat het van belang kan zijn voor je behandeling. En waar we met name op dit moment naar kijken is een hormoongevoeligheid nog steeds aanwezig bijvoorbeeld? Als je een volgende vorm van hormoontherapie wilt gaan geven, dus bijvoorbeeld je wordt behandeld met tamoxifen, maar tumorcellen gaan toch groeien.
Is het dan zinvol om daarna met letrozol of anastrozol te gaan behandelen? Dan wil je eigenlijk wel weten of die tumorcel nog steeds gevoelig is voor hormonen. Dat zou een moment zijn om een nieuwe punctie of een nieuwe biop te doen. En hetzelfde kun je voorstellen voor de HER2-nui, dus een herceptingevoeligheid. We weten dat er variatie in kan zijn, dat er bij 1 op de 10 tot 1 op de 20 verandering kan gaan optreden. En daarom kan het zinvol zijn. Er is zeker een tendens om dat steeds vaker te gaan doen. Tegelijkertijd moet je dat ook afwegen tegen de risico's bijvoorbeeld van een punctie en een biopt. Als dat op een vervelende plek zit, en dan moet je afwegen, wat is de kans dat dit iets gaat opleveren en dat het ook consequenties heeft. Maar we doen het denk ik steeds meer. En op het moment dat er meer eiwitten en meer kennis komt over beïnvloedbare dingen, zal het steeds vaker gaan gebeuren. Lukt dat altijd? Nee. Nee, lukt dat altijd? Nee, er zijn een paar redenen waarom dat niet kan lukken. Soms kan iets op een hele moeilijke, vervelende plek zitten, waardoor de radioloog die vaak een punctie doet er gewoon niet goed bij kan. Of dat het te risicovol is om dat te doen. Wat ook kan zijn, is dat hij denkt er wel bij te zijn, maar dat hij dat toch net naast heeft geprikt. En dat je dan alleen gewoon weefsel onder de microscoop ziet. Dus dat zijn redenen waarom het niet altijd lukt. Maar ik denk 80-90% lukt het wel. Niet voldoende informatie uit. Ze zeiden dat het... Te weinig tumorcellen in het weefsel, in het biopt geweest. Ja. Vermoed ik, als ik het zo hoor. Ja. Wat voor controlemogelijkheden zijn er allemaal om te kijken of die tumorcellen weer groeien? Ja, wat voor controlemogelijkheden om te kijken of tumorcellen weer groeien? Dus of een behandeling nog steeds blijft aanslaan. Eigenlijk een combinatie van drie dingen. Het is hoe het met je gaat. Als het goed gaat, is er meer kans dat het ook, als je weinig klachten hebt of klachten die gaan naar de achtergrond, dan weet je eigenlijk al bijna genoeg. Ik heb een heel aantal mensen bij me, die hoef ik eigenlijk nooit een scan of bloedonderzoek te doen. Dan weten we eigenlijk als we elkaar aankijken al ongeveer hoe het gaat. Maar dat is zeker niet altijd zo. Tweede is bloeduitslagen, waar je een deel uit kan halen. En dan denk je onder andere aan tumormerkers. Ik noemde het in het begin al eventjes. Tumormerkstoffen zijn eiwitten die tumorcellen met name tumorcellen afscheiden en die in het bloed terechtkomen en die je kunt meten. Zeker op het moment dat er uitzaaiingen zijn. Wat de concentratie van zo'n stof in het bloed is. En over het algemeen, met voorzichtigheid, kan je zeggen als die naar beneden gaat of lager of constant blijft, dat het goed gaat. En als die omhoog gaat, dat het niet goed gaat. Heel kort door de bocht. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn, omdat er andere redenen kunnen zijn waarom zo'n tumormerkstof omhoog gaat. Want niet alleen tumorcellen maken die merkstof. Een infectie, diarree, op andere manier slecht voelen, kan daar ook een reden voor zijn. Dus je moet wat dat betreft nooit over één nacht ijs gaan. Dus nooit zeggen één uitslag, het is verhoogd, dus het is niet goed. Of het is verlaagd, dus het is wel goed. Je moet daar echt proberen de langere trend in te zien. En dan is er ook nog een situatie waarin je ziet dat het eigenlijk ontzettend goed gaat. Je voelt je prima, je kan van alles doen. Scans zien er ook goed uit, allemaal rustig. En toch gaat die tumormerker steeds langzaam een klein beetje omhoog. En we worden allemaal een beetje onrustig met elkaar. En wat moeten we daar nou mee? En wat ik eigenlijk altijd zeg, en wat we ook weten dat kan gebeuren, is dat er ergens wel in het lichaam wat onrust is, maar dat het grootste deel van die tumorcellen nog steeds gewoon heel goed onderdrukt is. En zelden is dat alleen zo'n tumormerker dan een reden om iets te gaan veranderen. En dat moet je ook zien in het licht van, we hebben met elkaar, proberen we zo lang en zo goed mogelijk te leven. Dus alle middelen die daarvoor gebruikt kunnen worden, moet je zo lang en zo goed mogelijk gebruiken. Dus niet te snel stoppen met een behandeling als je eigenlijk nog steeds alles doet wat die zou moeten doen, behalve een bloeduitslag die omhoog gaat. En dan kan je ook nog scans maken. Ja, ik had een vraag over wat u net in het begin heeft gezegd over genezing. Bij uitgezaaide borstkanker wordt inderdaad gezegd, u bent ongeneeslijk ziek. Dat is tegen mij ook gezegd. Ik weet ook, en dat heeft mijn oncoloog ook gezegd, dat er meerdere mensen in haar praktijk ook zijn die bijvoorbeeld heel lang geen tumor hebben gehad, 15 of 20 jaar. U noemt net in het begin dat u zei, er zijn ook mensen die daarvan genezen. Wanneer zeg je dat iemand genezen is? Ja, hele terechte vraag eigenlijk, want wanneer, eigenlijk het gedachte zou zijn, als er geen tumorcel meer in je lijf zit, dan ben je genezen. Alleen, we hebben geen mogelijkheid om dat met zekerheid te zeggen. Dus echt genezen kun je niet zeggen. Maar, dus we noemen het dan een beetje cryptisch langdurig ziektevrij. Maar als je zo langdurig ziektevrij bent dat je
dat je oud bent, ja, dan maakt het ook niet uit of er nog een tumorcel zit of niet. Dus je wil proberen daar zo lang en goed mee te kunnen leven. En ik noemde dat de getallen uit onze kankerregistratie. Dat zien we dat 5-10% van de vrouwen die worden gediagnosticeerd met borstkanker en al uitzaaiingen, dat 5-10% in ieder geval na 10 jaar nog in leven is. En een deel ook inderdaad na 15 of na 20 jaar, zonder dat er iets te zien is. Ja, ik hoop dat dat genezing is. Ik durf het niet zeker te zeggen. En we hopen dat we dat steeds meer en met steeds meer vrouwen dat lukt en mannen. Mag het nog van de tijd of is het op? Ik ben in de pauze er ook nog. Ik kijk naar de voorzitter. Het is eigenlijk tijd om naar de pauze te gaan. Ik wilde dan ook dokter Sonke bedanken voor deze uiteenzetting. Ik denk dat zeker in het kader van hoop en vrees dat we toch wel heel veel weer gehoord hebben over wat er waar jullie allemaal aan werken. Ik denk dat dat zeker voor de mensen in de zaal erg